Wordt die munnig, man. Vertel het gevoel van nou, na die bekerwinst. Ja, dat is gewoon een gevoel dat we echt super lang op zijn aan het wachten, zeg maar. Dat is al jaren dat we net wel, net niet meedoen met de prijzen. En dan spelen we finales, maar dan gaat het om andere prijzen. Dit is gewoon heerlijk om dit te winnen, voor de eigen fans ook nog. Dus dat is ja, echt een ontlading, zeg maar. Schitterende partij. Je staat maar 3-0 achter. Wat denk je dan? Ja, we speelden op zich best goed. Wij hadden de meeste kansen, we hadden de meeste schoten. Dus we bleven positief. Meeste pukbezit. We bleven eigenlijk wel positief. En het is toch wel dit seizoen vaker gebeurd dat we achterstaan. En vooral eigenlijk het meeste vanuit 3-0 achterstand. En dat we uiteindelijk toch de winst weten te halen. Dus dat is wel... Wat is dan de sterke van het team? Hoe kan dat? Ja, ik denk dat we gewoon goed tot de laatste minuut blijven doorvechten. En dat we gewoon goed het teamspel spelen. Wat de coach ons opdraagt, zeg maar. Dus dat is vandaag wel gebleken en daardoor hebben we ook de winst gepakt, denk ik. Wat is het gevoel van een echte Gelijnse jongen om zo te winnen? Ja, geweldig, hè. Dat is echt geweldig om dat hier voor alle fans te winnen. En dat is, ja, wie weet wie vaak voor dat nog gewoon metmaken, om het zo maar te zeggen. Kan ik nu zeggen van het seizoen is al geslaagd of zeggen ze van nee, als sportman wil ik meer? Voor vanavond is het geslaagd, maar we moeten nog aan de bak voor het seizoen zelf, zeg maar. Voor de Benelink. Nou, we zullen zijn. Dank u wel. In ieder geval is dit een goede steun in de rug. Zeer zeker waar. Proficiat. Dank u wel. Je bent equipment manager, ja of nee, dan doe je gewoon mee in de feestvrug, of niet Wilfred? Jazeker. Hoe voelt dat aan? Heerlijk. Echt heerlijk. Loon naar werken. Juist. Echt loon naar werken, echt. Ja, maar ik bedoel, jullie zijn bij de trainingen aanwezig, jullie doen alles voor die jongens. Dan. Ja, dan moet dat toch. Volgens mij is het voor jullie, betekent het nog veel meer dan voor de spelers. Ja, zeker. Dat betekent zoveel. Hier is het voor. Al die oeren die ze erin stuks. Ja, dat is het. Dit is het echt. Zijn ik een beetje waterige uikskist? Ja, nee, nu niet meer. Ik ben wel echt super blij. Echt super blij. Wilfred, een 2-1-heid hier, Geert 2. Ja, zeker. En Jossa. Sorry, Jos. Vergeten. Ja. Maar oké, maar Geert slijpt met alles. Dat deed Jos niet. Jazeker, dit Jos ook. Jos helpt ons ook. We doen het met z'n allen en daarom doen we het. Hey, jongens, proficiat. Dank je. Dankjewel, Ben. Dank je. Kai Gielen, hoe lang speel je al bij de Eagles? Dit is mijn 15e seizoen. Als ik goed heb in de Eredivisie, heb ik nog 3 jaartjes heb ik een uitstapje gemaakt. Dus 12 jaar nu, in het eerste. En had je al een prijs? Ja, we hebben de beker gewonnen het eerste jaar van mij, 2012, het landskampioenschap. En, deze... Maar dit voelt toch ook lekker aan, hè? Jawel, dit is top. In eigen huis, dit is wel een geweldig afscheid van deze ijsbaan, denk ik ook dadelijk. En met zo'n team, hè? Ja, nou ja, je ziet vanaf het begin eigenlijk, het klikt gewoon heel goed. We blijven werken, ook vandaag weer. Dit is eigenlijk wel typisch voor ieders dit seizoen, denk ik. Je staat 3-0 achter, toch geven we niet op. We vinden een weg om terug te komen en flikken toch weer. En een ongelofelijk einde in de penalty shot, waar jullie toch, mag ik eerlijk zeggen, niet zo erg sterk in zijn. Nou, niet zo sterk. Dat is een loterij, hè? Het is een loterij, het is ook een bepaalde kwaliteit, maar goed, we hebben vertrouwen in de jongens, we hebben vertrouwen in elkaar en hij heeft het mooi afgemaakt voor ons. Genoten vandaag? Ik heb heel erg genoten, ja. Het was wel spannend. Ambiance? Het was geweldig om thuis te kunnen spelen zo. Proficiat. Dankjewel. Ben, what are your feelings after the game? I'm so happy how hard the boys battled tonight out there. It's absolutely unbelievable. Like, so proud of us tonight. It's a great game for us. 3-0 behind. Did you think then it's over? No. I've seen us battle back from 3-0 games all the first half of the season. So I am not surprised one bit. We took it to them and eventually won the game for sure. That was our game for sure to win. This is the strongest thing of your team this season. Coming back from whatever. Oh yeah, it doesn't matter what the score is, we find a way to come back, and I'm so proud of the boys so they battled back tonight. This one really means a lot to the city of Galeen and obviously to our team. And then Ben Duperreault scored once in the game. No, two goals, huh? Yeah, 2 goals tonight. The game winning is for you. Yeah, for sure, but I couldn't have done it without my team tonight. Everyone, each and every guy battled so hard tonight. You brought a piece of history. In Galeen. Yeah. With your goal. I couldn't have done it without everyone, though. Yeah, everyone here, the trainers, equipment staff, all the coaches, the team. This is ours. It's not just mine. Yeah. Was it a good decision from the referees to give Eaters
penalty? Of course it was. Of course, I'll take that all day. It's a penalty shot. I don't know. It's a penalty shot, yeah. How proud are you that you are one of the members of this team? Oh, I'm so proud. I'm having an absolute blast. Yeah, this is absolutely awesome, and it's going to be a great night tonight, I'll put it that way. I think your whole family in Canada watched the game or not? Oh, yeah, for sure they're watching. Yeah, it's the afternoon when we play it here at night, so yeah, it's easy for them to watch. You want to say something in the camera to your mom and dad? Hi, mom. Hi, dad. Hi, Loki, my girlfriend, my brother and sister. He did it. He did it. Dog Walter. We did it. We won. Thanks. Thank you. Thank you.